Even schuilen voor de regen, dacht deze kat uit Apeldoorn. Hij kroop in een vrachtwagen. De deur ging dicht en pas in Engeland ging die weer open. Bijna had Gizmo, want zo heet hij, het niet overleefd. Hij zou zijn afgemaakt als de dierenbescherming in Engeland zich er niet mee had bemoeid. Hij heeft een hele reis achter de rug, de kat Gizmo, van Apeldoorn naar Hoek van Holland. En daar met de boot naar Felixstowe in Engeland. En nou is Engeland heel streng voor dieren die het land binnenkomen, omdat ze misschien ziektes met zich meedragen. Ze worden 6 maanden apart gehouden en als de eigenaar niet bekend is, worden ze meestal afgemaakt. Gizmo had meer geluk, daarom kreeg hij in Engeland de bijnaam Lucky. Zijn foto kwam zelfs in de krant. Iemand van de Engelse dierenbescherming legt uit hoe ze de Nederlandse eigenaar wisten te vinden. In Holland they tend to have their animals' ears tattooed with like a postcode and a number which is registered to a person. And obviously Bono's got tattoos in his ears and the Dutch organisation were able to track the owners down. Gisteravond brachten de dierenbeschermers Lucky naar het vliegveld. In een grote kist met water en kattenbrokjes maakte hij voor de 2e keer een grote reis. Nu terug van Engeland naar Nederland. In het dierenhotel op Schiphol kon zijn dolblije baasje Sylvia haar kat Gizmo, zoals hij dus echt heet, toen ophalen. Ze had waarschijnlijk niet gedacht Gizmo ooit nog gezond en wel terug te zien. Nou, het is echt perfect. Ik ben blij dat hij terug is. Hij had eigenlijk, tenminste hoorde ik van Matthäus, 6 maanden daar moeten blijven. Dus nee, ik vind het echt geweldig. Hier, kijk eens. En de mooie kist waarin Gizmo naar Nederland gereisd was, mochten ze meenemen naar Apeldoorn. Misschien komt hij wel van pas bij een volgend avontuur van Gizmo. De dierenbescherming wil dat elk huisdier een nummer in zijn oor krijgt. Dan is de eigenaar altijd terug te vinden, al reist het huisdier nog zo ver.